Dag, dames en heren. Wij zijn Joop en Ellie Doofsgeest. Wij zijn jarenlang balletduo geweest. Opgetreden in alle grote theaters van de hele wereld. Fantastische tijd gehad. Heel veel prijzen gewonnen. Dat is nu voorbij. En we houden ons nu bezig met het doorgeven van onze ervaringen naar de mensen die na ons komen. We beginnen deze eerste les met de volgende oefeningen. Basisoefeningen plié en relevé. Plié is buigen, relevé is oprichten. Joop gaat deze oefeningen nu voor ons doen. Joop? Joop? Wel goed, Joop. Dank je wel. Bij deze oefening moet je er goed op letten dat je je spieren niet meteen forceert. Een volgende oefening zou kunnen zijn battement fondu. Dat is een slaan met het been. 45 graden of 90 graden. Joop gaat nu deze oefening voor ons doen. Joop? Wat man vond u 45 en 90 graden? Dat was wel goed, Joop. Dank je wel. Naast oefeningen moet je ook af en toe eens met je creativiteit bezig blijven. Dus probeer eens een eigen choreografie te maken. Gewoon een bewegingspatroon creëren. Joop gaat nu voor ons een eigen choreografie doen. Joop, ga je gang. Doe maar, Joop. Niet te lang. Lukt iemand als Joop niet meer optimaal, maar bij een jonger iemand ziet dat er natuurlijk een stuk beter uit.